is weer tijd voor een nieuwe video. Ik ben naar de kapper geweest. Het is fris of niet dan. Het is tijd voor een nieuwe video. Ik zit weer in mijn kleermakerszit. Ik doe dit gewoon speciaal voor jullie. Het is zo lang geleden dat ik hier ben. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik was hier laatst nog. In ieder geval, ik maak vandaag een video over mijn zusters. Ik weet niet of jullie het weten, maar in mijn video's zijn hier en daar wel eens een keer mijn broeders naar voren gekomen. Ik heb twee broers, Kai en Ivar. Ja, wat kan ik erover zeggen? Het zijn gewoon broers. Het zijn gewoon, wow, ik zie een eend. Shit. Kijk naar mijn sok, dat is toch niet normaal, jong. Kijk dan, hoppakee. Oh. Ik heb nog nooit verteld over mijn zussen. Dan ga ik gewoon heel eerlijk zijn. Ik heb nog nooit verteld over mijn zussen in video's. Want ja, weet je wat het is? Ik vind mijn zussen gewoon er niet thuis horen. Want mijn zussen zijn van dusdanig level qua aantrekkelijkheid. Waarop jullie allemaal helemaal hitsig worden als jullie dat zien. Ja. Ik ken niemand die dat zegt over zijn zus, maar goed. Ik ga vandaag eens een video maken over mijn zus. Ik ga gewoon simpelweg zeggen wie ze zijn. Ik ga een fotootje laten zien. Let's go! Oké, dit is mijn eerste zus. Zij heet Rosalie. Rosalie, als je dit ziet, sorry dat ik deze foto heb uitgekozen. Hij stond bovenaan, want je had deze laatst al naar me verstuurd. Waarom stuur je dit naar je broer? What the fuck? Rosalie is 1 jaartje jonger dan ik. Dus ik ben 20, zij is 19. Wij kunnen best wel goed door 1 deur, laat ik het zo zeggen. Zij heeft gewoon... Ik vind voornamelijk haar lingerie vind ik gewoon prima op zich. Op sommige momenten vind ik dat wel te doen. Ja, yeah, fuck. Nee, Rosalie en ik hebben eigenlijk... Zij is misschien wel mijn zuster waarmee ik het minste ooit geen ruzie heb gehad. Snap je wat ik bedoel? Dat betekent dus dat ik altijd... Nou ja, Rosalie en ik. Rosalie is dus 1 jaartje jonger dan ik. Ik kwam uit mijn moeder en toen dacht zij... Weet je wat, ik vond het prettig zo'n gevoel. Wat? Oh, ik vond het... Ik vond het gevoel zo prettig dat ik dacht... Fuck deze shit allemaal. Ik maak gewoon meteen een nieuw kind. En daar komt dus Rosalie uit. Rosalie en ik hebben ook een tijdje bij elkaar in de klas gezeten. Want ik ben blijven zitten, zoals je misschien weet. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Nee. Rosalie is een klas overgesprongen. Twee klassen overgesprongen. Want ik ben 1 klas overgesprongen. En Rosalie is dusdanig slim dat ze 2 klassen kon overspringen. Toen zaten we bij elkaar in de klas. Toen dacht ik, yo, bitch! Why you gotta be like this? Why you gotta be like this? Ik had gewoon allemaal... Kijk, weet je wat lastig is? Als je zus in je klas zit, dan ga ik je even een verhaaltje vertellen. Ja, dat doen we gewoon. Geen probleem. Als je zus in je klas zit, dan wordt zij vriendinnen met chickies in jouw klas. Waar jij ook graag een relatie mee zou willen. Rosalie, als je dit ziet, dit is geen persoonlijke uithaal. Toch wel. Fuck jou. Op het moment dat jij dan in één keer tegen een meisje in jouw klas zegt: hey, Lisa, ik vind je een superleuk uitzien. Laten we eens een keer uitgaan. Dan zegt zij: ja, leuk. Ik vind jou ook leuk. En je zus ook. Dus laten we met z'n drieën gaan. Willy. Tot zover mijn verhaal over Rosalie. Als je dit ziet, ik hou van je. Oké, mijn tweede zus is... ik heb ze niet op leeftijd gedaan trouwens. Daar had ik geen zin in. Want boeien, het zijn er zoveel. Dit is Merle. Merle is, ja, hoe zal ik het zeggen? Nogal oud. Merle is nogal op leeftijd. En daar is in principe niks mis mee. Merle en ik hebben niet zoveel contact. Want zij heeft al een man en kinderen en shit. Ik ben al oom. Even besef. What the fuck. Denk even aan je oom. Oké? Dat ben ik. Voor sommige... Deze selfie heeft ze letterlijk naar mij gestuurd toen ik 300.000 abonnees heb gehaald. Merle, waarom? Ik heb je gewoon 1 jaar niet meer gesproken. Dat is zo raar, want dan heb je dus familie waar je nooit contact mee hebt. En dan haal je in 1 keer 300.000 abonnees. En dan denken ze in 1 keer... Yo, Kevin! Veel gefeliciteerd met subs. Dus ik... Ik was nooit speciaal voor je, maar nu al kan ik abonnees heb, nou in 1 keer wel. Wat is dit alweer? Oh ja, trouwens, als je je mocht afvragen hoe oud mijn ouders dan zijn. Die zijn gewoon 80. Even. Ja. Ja, mijn ouders zijn dus 80. Ik zeg het maar gewoon, mijn ouders zijn 80. Zij kwam als eerste. Zij is de eerste dochter van mijn ouders. It's all good. En toen zaten er echt, in die tussenliggende periode zijn nog allemaal kinderen geboren. En toen kwam ik. En toen was ik zo van, hallo, ik ben nog één van de 25.000 kinderen die jullie hebben. Merle, ik hou stiekem wel van je. Maar dat zeg ik nooit, want daar ben ik een beetje bang voor. Oké, dit zijn 2 zussen van mij. Dit zijn Delientje en Teleurtje. Ja, ik ken ze niet. Oké, mijn volgende zuster is dus Larissa. Zoals je misschien, misschien herken je haar wel. Er zijn daadwerkelijk mensen die dus toch wel erachter zijn gekomen dat Larissa mijn zus is. Waar zou dat dus toch gaan liggen? Kijk, weet je wat het een beetje is? Ik heb een beetje scheid aan mensen die niet kunnen zeggen dat zij hun familie knap vinden. Dus daarom dat ik het ook maar gewoon ga zeggen. Larissa, you looking fucking good! Oh shit! I just said it. I fucking said it. Yep, I did fucking say it.
Ja, kijk, weet je wat het is? Larissa is gewoon echt fucking lekker. Daar kun je wel moeilijk over gaan doen. Maar Larissa is gewoon echt de mooiste zus die... Ja, ik wou lekker zeggen, want toen dacht ik, heb ik al gezegd. Dus nu ga ik even politiek correct mooi zeggen. Dus ga ik ook doen. Mooiste zus die ik ooit heb gehad. Gewoon. Misschien komt er nog één die ik mooier vind. Maar dat zou raar zijn, want dan zou ze zo'n 20 jaar jonger zijn. En dan, ja, het kan. Het kan. Maar, Larissa, als je dit ziet. Je weet wat ik van je vind. Je bent gewoon... Weet je, als incest gewoon... Nee. Oh, fucking shit. Het kutte alleen. Kijk, Larissa heeft ongeveer mijn leeftijd. Larissa is 2 jaar ouder dan ik, 22. Ik ben 20 en wij gaan samen wel eens uit. En dan gaan we naar de club en dan... Dan overkomt je als broer zijnde het kutste ooit. Namelijk dat elke man in de club maar één doel heeft voor de hele avond. Namelijk je zus fixen. Dus ik ben gewoon, vaak is het zo dat als we dan naar de club gaan, dat het dan zo is. Hey, Kelvin, zou je alsjeblieft even willen doen alsof je mijn vriend bent? En wij hebben een regeltje samen. Op het moment dat Larissa iemand echt kut vindt, echt irritant vindt, dus echt scheid dit aan een jongen en wil dat ik haar weghaal daar ook, dan gaat ze expres heel erg aan de lippen likken zoals dit. Nou, moet je je voorstellen dat ze als dude met een chick staat te praten en die loopt de hele tijd. Ja. Ja. Ja? Dan denk jij als dude, wow, wow, zij is van mij, zij is van mij. En vervolgens komt er dan een jongen naar je toe die zegt, hey, dude, even moeilijk doen, maar is mijn meisje. Dus ik zou je wel ophouden als ik jou was, maar je kan ook gewoon oprotten. Daarom dat ik zo vaak in elkaar word geslagen in de club. Larissa, jongen, je Oké, mijn volgende zus is weer een aantal jaartjes ouder. Het houdt me niet op, joh. Hé, hey, dat is niet normaal, joh, dit, hé. Hey. God. Zij is 26, om maar zo te zeggen. Laat ik het zo zeggen, zij heeft de meeste piemels gezien van ons allemaal. Ja, dat heeft ze. Ja, ik zeg het maar gewoon. Haar naam is Rachel. Rachel, als je het ziet. Hallo, Rachel heeft een iPad. Dat is het enige wat ze ook heeft. Ze heeft geen telefoon, ze heeft geen computer, ze heeft een iPad. Zij is zo'n iPad-generatie vrouw, weet je wel, die zo is van... Ja, je telefoon is gewoon veel te klein en een iPad laat zien dat ik geld heb. Dat is helemaal niet waar. iPads zijn fucking goedkoop. Oké, Rachel, als je het ziet... Kijk, wij zien elkaar alleen op verjaardagen. En ik weet niet, Rachel is jarig op de 4e van april. Is dat zo? April, 4 april? Maar ja, Rachel is een beetje... Ja, weet je, Rachel is gewoon een beetje losbandig type. Zo meer kan ik er ook niet over zeggen. Ik bedoel, ze leeft gewoon haar leven op de manier waarop iedereen haar leven niet zou moeten leven. Snap je? Nee. Oké. Ik ben nog wel één keer, toen waren we met de familie op vakantie. De hele familie op vakantie. Kun je nagaan wat voor terror dat was? En op een gegeven moment was ik iedereen kwijt. Ik was op het vliegveld, ik was iedereen kwijt. Gewoon, zeg maar, home alone style, weet je wel. Dat je gewoon in één keer, wow, waar de fuck is iedereen? Iedereen zat in het vliegtuig. En Rachel was de enige die zei... Ja, sorry Rachel dat ik dit publiek zeg, maar fuck jou for doing this. Please, get the fuck out of here, okay? Rachel was de enige die tegen de piloot zei, weet je wat, vlieg maar weg. Fuck hem. Fuck Kelvin. Rachel! Why? What have I done to you? En uiteindelijk vloog ze ook gewoon weg. Toen ben ik letterlijk gewoon gebleven. Kutzooi. Oké, mijn laatste en ook meest onbekende zus ooit. Ja, ik weet niet of jullie dit gaan geloven, maar ik ga toch maar gewoon eventjes opperen aan jullie. En je moet maar zien of jullie... Het gaat om mijn tweelingzus. Ja, ik ben hier nog nooit eerder voor uitgekomen, publiekelijk. En dat ga ik dan wel gewoon nu even doen. Ik wil even een momentje van een beetje van serieusheid graag, dankjewel. Mijn tweelingzus, ja, die is, die is net zo oud als ik, ja. Maar daarnaast heb ik geen contact meer met mijn tweelingzus. Ik weet hoe ze eruit ziet. Maar ik heb me al gewoon, denk ik, 10 jaar niet meer verdiept in haar leven. Ik weet niet wat ze doet, ik weet niet of ze wereldberoemd is of niet, ik weet niet... I don't know, oké? Okay? Haar naam was, Selene. En Selene was gewoon mijn bloedverwant. Weet je, Selene en ik deden alles. Tot een dag, tot op de dag, ja, luister even goed jongens. Tot op de dag waarop ik een YouTube-kanaal aanmaakte. Toen ik een YouTube-kanaal aanmaakte, kwam ze in mijn kamer binnenstormen en zei ze, Kelvin, fuck jou. Ik zei, Selene, why you got to be like this, please tell me. Waarop zij zei, ik had eerder een YouTube-kanaal dan jij, dus waarom doe je me na? Wat? Ja, Selene, moet je even luisteren. Fuck jou, iedereen heeft een YouTube-kanaal tegenwoordig. Dat zei ik letterlijk. Toen zij zei, Kelvin, ik hoef je nooit meer van mijn leven te zien. En ze had de koffers al gewoon klaarstaan en shit. Zij is nu gewoon naar Amerika verhuisd. Ja, geen grap. What the fuck? Tegelijkertijd wou ze daar ook gaan studeren. Dus wat dat betreft was dat waarschijnlijk haar grootste beweegreden. Maar goed, Selene woont daar nu. Ik ga haar gewoon even opzoeken. Ik ga haar denk ik gewoon even opzoeken op Facebook. En ik heb nooit echt wraak willen nemen. Want ja, zo ben ik gewoon niet. Alleen, er was ooit iemand die zei... Succes is the best revenge. Kijk waar ik ben, oké? Okay? Kijk waar ik ben. Ik heb een YouTube kanaal. Semi bekend. Dat is zo'n kraantje papi liedje. Ja.
Ik ben semi-bekend, wow, wat een kutterm is dat nou weer. Ik ben ik, laat ik het zo zeggen. Ik heb 200.000 volgers op Instagram. Selena, als je dit ziet, fuck jou. Boom, recht in je face. Hoeveel volgers heb jij? Fucking 2? Of misschien wel 22? Dat weet ik veel. Haar Instagram foto, het is op zich wel een mooie foto gewoon. Ik ga even naar haar Instagram, even kijken wat... I don't get this. I just don't get this. Nou, Selene, als je dit ziet, bel me. Selene heeft bij Selene, a.k.a. Selena Gomez, dat is blijkbaar haar artiestennaam tegenwoordig, heeft gewoon even simpelweg 80 miljoen abonnees. Ik bedoel 80 miljoen volgers. Maar dat maakt niet uit. Ik heb nog één foto van mijn laatste zus, die ga ik jullie gewoon laten zien op mijn telefoon, want ik wil niet dat die zeg maar helemaal fullscreen in beeld komt, want dan kunnen mensen hem gaan screenshotten en dat wil ik niet, want dit is nogal een dierbare zuster voor mij. Komt ie, ja? 3, 2, 1... Dames en heren, I don't even have a sister, I don't even have one. Ik zou het wel prettig vinden om een zus te hebben, dat lijkt me fantastisch. Ik heb over de afgelopen kwartier gewoon gevoeld alsof ik een zus had. Meerdere zusters. Ja, ik weet niet of jullie het is opgevallen, maar deze verhaaltjes waren op zich redelijk relatief gezien lariekoek verhalen. Ja, yep. En daarmee probeer ik te zeggen dat ik daadwerkelijk geen zussen heb. Nee, ik heb daadwerkelijk 2 broers, dat zijn topgozers. Jongens, als jullie het zien, topgozers. Hey. Maar mijn zussen bestaan niet. Ik heb dit soort video ooit eerder gemaakt, maar dan met mijn ex-vriendinnen. En ik zag daarop dat mensen nogal... Ik ga even wat comments voorlezen. Kijk, weet je wat het was bij die video? Er waren daadwerkelijk... Ik had die video, ging gewoon praten over mijn ex-vriendinnen. Terwijl dat gewoon niet mijn ex-vriendinnen waren, maar gewoon random chicks. En nu hebben jullie ook weer random vrouwen naar me toegestuurd op Twitter. Dus dacht ik, ja, ik ga gewoon doen alsof het mijn zussen zijn. En kijk hoe lang jullie me geloven. Dat is letterlijk het, gewoon. En bij mijn vorige video waren er heel veel mensen die zeiden... Toen je bij Ariana Grande kwam, had ik het door. Maar daarvoor geloofde ik het echt. Haha. Haha. Boom, voelt je. Toen bij Romana geloofde ik het niet meer. Yep. Bij 3 minuten 45 geloofde ik het niet meer. Yep. En dat bedoel ik dus. Jullie zijn gewoon zo makkelijk. Ik tease jullie gewoon altijd. Ik haal gewoon trucjes uit met jullie. Dat doe ik gewoon. Dat is gewoon mijn stijl, weet je wel. Ha. Ik wil graag bij jullie weten bij welke zuster jullie het door hadden. Want aan het begin kunnen jullie ongetwijfeld wel denken dat het zo was. Waarschijnlijk dachten jullie dat ook. Maar ja. Ha. Maar er zijn ongetwijfeld mensen die gewoon tot gewoon Selena Gomez dachten. Wow, fuck. He's been lying all the time. Dus laat in de comments even weten bij welke zus jij dacht. Ach jongen, deze gast is zo uit zijn lekker. Lekker nullen, dat kan niet. What the fuck? Wat? En degene die het weer reageert krijgt een drol van mij. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En geef natuurlijk een duimpje omhoog op deze video als je hem tof vond. En dan zie ik jullie gewoon weer de volgende keer. I love all of you. Ik heb paprika nodig in mijn leven, maar dat heb ik niet. Daar kan je een liedje van maken. Ik heb paprika nodig in mijn leven, maar dat heb ik niet. Je bent echt slechte fuck yo vlogger, dombo. Je bent een slechte fuck yo vlogger, dombo. Vlogger Enzo. Ik ga gewoon voor Enzo. Dat ga ik gewoon doen. Want ik heb Enzo. Enzo is nog niet aan de beurt geweest. En Enzo is een vlogger. En hij is natuurlijk desdanig groot dat hij natuurlijk ook gewoon haat krijgt. Het antwoord op de Fakio Vlogger Dombo is Sophie. Why again?